Vorige week zagen we de nieuwe Pieten van Sinterklaas. Maar de Hoge Hoogtepiet en de Weerpiet zijn verkeerd terechtgekomen. Gelukkig hebben ze elkaar wel gevonden, maar zullen ze Sinterklaas ook vinden? En jij bent de Weerpiet. Ah. En ik ben op zoek naar Sinterklaas! De Hoge Hoogtepiet klimt zo hoog mogelijk, maar Sinterklaas is nergens te zien. En de vriendelijke glazenwasser is Sinterklaas ook niet tegengekomen. Hé, hey, maar bedankt voor je hulp. En succes met je zoektocht. Nou, en bedankt voor het lenen van de trap. Ja, is goed. Dus Sinterklaas was een week geleden in de tuin van... De postbode weet te vertellen dat het kasteel van Sinterklaas wel 100 kilometer verderop staat. Hoe zal ik hem ooit kunnen vinden? Maak dat je wegkomt! Wegwezen! Wegwezen, ja! De Weerpiet heeft een fiets van de boer geleend om sneller vooruit te komen, maar dat schiet ook niet op. Samen hebben ze nu een plan bedacht om Sinterklaas te vinden. Ze vragen op de televisie aan alle mensen van Spanje waar Sinterklaas is. Dag, beste kijkers. Wij zijn Sinterklaas kwijt. Deze week zien we of hun plan slaagt. Dat ben ik. Oh, en daar ook. Oh, ik ben overal. Oh, ja, mooi. Ja, dat ben jij en dat ben jij ook. Nou, kijk. Lukt het de Hoge Hoogtepiet en de Weerpiet om op tijd aan boord te komen van de stoomboot, die nu toch echt op weg moet naar Nederland? Je ziet het deze week, elke dag om 20:30 en om 16:45 in De Nieuwe Club van Sinterklaas bij Fox Kids. De Nieuwe Club van Sinterklaas, die mist drie pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik maar wist? Want zonder deze pietermannen lopen al de Sintse plannen niet zoals het horen zou. Waar zijn ze nou, waar zijn ze nou? Er zijn wel wat telefoontjes binnengekomen. Eens even kijken. Ja, waar is hij? Waar is Sinterklaas? Ogenblikje. Ja, hier staat het. Ja, waar is hij? We moeten onmiddellijk naar hem toe. Hij is gezien bij de haven. De haven? De haven, natuurlijk. Stoomboot, haven, zee, Nederland. Kom mee, op naar de haven. Joho, joho. Kijk, dat is de stoomboot van Sinterklaas. Dat is de boot. De boot. Maar, we moeten rennen. Ja, we moeten rennen. Kom op, rennen. Anders dan vaak. Oh, stop. Wij moeten nog mee, Sinterklaas. Wacht op ons. We komen eraan. We hollen. Wacht. Stop. Oh, ze stoppen. Kom op. We nemen die boot. Ja. Stap maar in. Kom nou. Het is genoeg. Nee, dat lukt niet. Wacht, kan die motor al naar beneden? Schiet op nou, schiet op. Ja, ik doe mijn best. Ja, ik weet toch ook niet hoe zo'n motor werkt? Zit er nou aan. Ja, ik doe het toch. Daar gaat hij. Is hij aan? Ja. Sinterklaas! Hallo! Nee, daar zitten ze ook niet. Nee, hier zitten ze ook niet. Ja, hier zitten ze natuurlijk ook niet. Chef Piet! Chef Piet! Ja, ik hoor nou even mijn naam. Het is een ramp. Ach, dat is toch geen ramp? Dat kan je makkelijk lijmen. Ja, denk je? Ja, dat denk ik. Ja. Weet je wat het nou met jou is? Huh? Jij denkt veel te snel dat iets een ramp is. Ja, maar het is ook echt een ramp. Wel, nee, kijk, het past toch allemaal makkelijk in elkaar. Er zijn drie pieten, zijn er niet. Wat is het een ramp? Net bij de grote telling der pieten waren er drie pieten niet bij. Wat moeten we nou Sinterklaas dat te weten komt? Ja, dan krijg ik het weer de schuld van natuurlijk. Ik ben altijd een pineut. Wat moeten we nou doen? Ik heb een plan. Ja, dat is het, een plan. We moeten een plan hebben. Ja, vertel eens. We zeggen het gewoon niet. We zeggen het gewoon niet. En dan zoeken we uit wie die drie zijn. Huh? En dan kijken we gewoon waar ze uithangen. Nee. Weet je, ik heb een veel beter plan. Ah, weet je, nou, kijk, we zoeken gewoon uit wie die drie zijn. En daarna gaan we zoeken waar ze zijn. Hè?
Ga gauw zoeken, chef Piet. Keer de hele boot binnen te buiten. Leg hem op zijn kop in het water. Ga gauw zoeken waar die Pieten zijn, die er niet zijn. Oh, goed plan, zeg. Goed plan. Is wel mijn plan. Sinterklaas! Wacht op ons! Sinterklaas! Wij moeten nog mee! Wacht op ons! Oh. Voorzichtig, voorzichtig! Voorzichtig! Ik wil niet dat je verdrinkt. Het lijkt of we dichterbij komen. Rechtdoor. Ja, ik kan niet harder. Harder. Sinterklaas. Wacht op ons. Oh jee. Zwaai nog eens. Sinterklaas. 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 Er is iets raars met die motor. Wat is er dan? Ik weet het niet, hij pruttelt! Hij stopt ermee! Zet hem aan! Hij is uit! Kijk oh nou. Jee, we zitten midden op zee! Kijk nou, we dit zien is... hem helemaal niet meer! Oh, dit is niet goed! Oh, oh. Oh, ja, nou zijn we hem helemaal kwijt! Schiet nou op! Gaat het? Ik heb overal gezocht, Weghuispiet. Huh? Ik heb ze nergens kunnen vinden. Heb je overal gezocht? Ja. In elke hut? Ja. In het kombuis? Ja. In de laadruimte? Ja. In de bezemkast? Ja. En onder het vloerkleed? Ja. Ja, nou ja, dan zijn ze er dus echt niet. Denk je? Ja, natuurlijk. Als ze zelfs niet onder het vloerkleed zitten, nou, dan zijn ze er echt niet hoor. Nee, ze zijn gewoon niet opgestapt. Ik weet het heel erg zeker. Oh, we moeten ze terug zien te vinden voordat Sinterklaas erachter komt. Maar hoe... Als we nou eens eerst gingen uitzoeken welke Pieten we missen. Hey, zeg, ik heb een idee. Als we nou eerst eens gingen uitzoeken welke Pieten we missen. Super Piet? Niet. Ja. Krullen Piet? Niet. Chef Piet? Ja. Kleding Piet? Ik wil toch echt even met je praten? Niet. Ja. Dat is een goed idee. Kijk, ik sta nu al, lang is het, dagen in de keuken om pepernoten te bakken. Suikerhouder te maken, chocoladeletters te boetseren. Om eerlijk te zijn, ik heb er genoeg van. Doorgaan, jongen. Doorgaan. We zullen doorgaan. Ja. Van suikergoed zul je nooit genoeg hebben. Dat is het nou juist. Suikergoed, suiker slecht. Kunnen we niet eens met wat anders strooien? Chips bijvoorbeeld. Nee, pepernoten. Hebben we altijd gedaan en zullen we ook altijd blijven doen. Ja. Heb je dat goed begrepen, kombuis Piet? Ik dacht, laat ik ook eens mij denken. Jij moet niet denken, jij moet doen. En nou, als de wieden weer gaan naar de keuken en bakken. Ja. Word ik nooit naar mij geluisterd hier. Vis Piet? Niet. Ja, piano Piet? Niet. Ja. Kijk, nou heb ik wel alle Pieten die we niet hebben, maar... Hey, ik heb eigenlijk een veel beter idee. Als we nou eerst eens uit gaan zoeken... Welke Pieten er allemaal wel aan boord zijn? Nou, dan weten we meteen welke Pieten er niet zijn. Wat een goed idee. Oh, stop pepernoot in het bakkie. Ja, roeien. Dat is een goed idee. We moeten terugroeien. We gaan roeien, we hier. We halen hem nooit in. Hier, pak een spaan. Ja. En, hou je evenwicht. Ja. Andere kant op roeien, Piet, nu. Roeien. Ja. Even, en dan zitten we in de lucht. Hoe hoog gaat zo'n luchtballon eigenlijk, hoge hoogte, Piet? Nou, hoog. Heel hoog. Ja, maar hoe hoog? Ik denk wel een paar kilometer. Een paar kilometer? Ja, makkelijk. We zweven door de lucht. En onder ons gaan de kindertjes gewoon naar school of spelen buiten. Probeer je dat maar eens voor te stellen weer, Piet? Ik probeer het me voor te stellen. Oh nee, moet je die huisjes zien? En kijk, daar vliegt een vogel, onder ons. Nee, ik ga niet in zo'n ballon voor geen goud. Ik doe het niet, ik doe het echt niet. Nou, we moeten wel. Het is de enige manier om op tijd bij Sinterklaas te zijn.
En wat als het gaat onweren? Weet je wel hoe dicht we dan bij de bliksemflitsen zitten? En wat dacht je van regen en mist? Oh nee, mist. Als het mist, dan ziet de chauffeur niet eens welke kant hij opvliegt. Piloot. Wat piloot? Een luchtballon heeft een piloot, geen chauffeur. Nog erger, zo'n ballon heeft dus niet eens een chauffeur aan het stuur. Een luchtballon heeft geen stuur. Een luchtballon vaart op de wind. Oh, lieve hemel, zo'n ding heeft dus nog niet eens een stuur. Nou, je kan me nog veel meer vertellen, hoge hoogte, Piet. Maar mij krijg je niet in zo'n ding. Nog niet met 10 bliksemflitsen. Weet jij dan nog andere manieren om op tijd bij Sinterklaas te komen? Oh, er zijn 100 manieren. Als ik maar niet hoef te vliegen. Nou, noem ze dan eens. Wat? Nou, die 100 manieren om op tijd bij Sinterklaas te komen. Oh, dat is makkelijk zat. We kunnen lopen. Fietsen. Zwemmen. Vliegen. Luister weer, Piet. Jij weet alles van regen, storm, onweer. Maar ik weet alles van hoge hoogtes. En als expert kan ik je vertellen, ballonvaren is veilig en snel. En dan zijn we misschien zelfs nog wel eerder in Nederland dan Sinterklaas. Denk je? Ja, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Geloof me nou maar. Nou ja... Dan moet het maar. Ik ga vliegen. Hoofdpiet, wel, Pietje van alles. Wel, muziekpiet, wel. Chefpiet. Wel. Hey, chef Piet. Hallo. Hey, ben je nog wat te weten gekomen? Ja, heel erg veel, wegwijs Piet. Nou, vertel dan even, wat ben je allemaal te weten gekomen? Ik ben bijvoorbeeld te weten gekomen dat de kombuis Piet stiekem ligt te slapen in de keuken, terwijl die pepernoten moet bakken. Ik ben te weten gekomen dat de muziek Piet in zijn hutje house muziek en rap zit te maken, terwijl die moet oefenen op de Sinterklaasliedjes. Ik ben te weten gekomen dat Piet... Chef Piet! Ja. Ben jij er misschien ook achtergekomen welke pieten er niet op de boot zijn? Welke pieten er niet op de boot zijn? Natuurlijk ben ik daar achtergekomen. Mij kan je wel om een boodschap sturen, hoor. Geef je me dat op een briefje? Dat geef ik je op een briefje. Nou, welke pieten zijn er dan niet op de boot? Dat heb ik op een briefje. Ja? Hoge hoogte Piet. De hoge hoogte Piet, die is er niet. Weerpiet. Weerpiet? Hebben we nou alweer een nieuwe Weerpiet? Ja, alweer. En is hij er weer niet? Nou, weer niet, nee. Nou, dat voorspelt geen goed weer. Nou, nee. Wie dan meer? Testpiet. Nee, de testpiet is hij er ook niet. Nee. Ja, wat een ramp, dat is een ramp. Dan kunnen de spullen niet getest worden. Hoe kunnen ze ook zo dom zijn om de boot te missen? Hola. 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 Yes. Hey, help eens even! Ja. Helemaal naar achteren, Piet! Helemaal naar achteren! Ja, en moet hier die ballon aanhangen? Dat houdt hij nooit! Jawel, maak je geen zorgen, het komt allemaal in orde! Kijk, het is heel stevig. Is dit het zeil? Ja. Ja, is goed, check. Check. Ja, is ook goed. Ja, kom maar.
Hij is wel heel, heel erg groot. Ja, dat moet ook. Er moet veel warme lucht in, anders stijgt hij niet op. En dan gaan wij in die luchtballon. Nee, in dat mandje. In dat mandje? Ja, in dat mandje, ja. Wij met z'n twee. Ja. In dat mandje. Ja. Daar passen wij helemaal niet in. Jawel. Makkelijk. Oh. Moet je kijken, zeg. Jeetje. Het lijkt wel een circus tent. Heel mooi. Hij is toch prachtig? Ja, zolang die op de grond blijft. Het gaat regenen, hoor. Wow, kijk nou, het gaat helemaal niet regenen. Kom nou. Als ik zeg dat het gaat regenen, dan gaat het regenen. Ik ga niet mee. Nee. Je wil Sinterklaas toch vinden? Piet. Kom nou, stop nou. Ik moeten mee. Nee, ik wel. Niet. Het gaat veel te hoog. En we moeten mee, want anders dan... Oh, nee, dat gaat al. Kom op nou. Ho! Nee, nog niet weggaan. Nee, wacht nou. Ho! Is dat weg? Oh, nee. Dag, tot ziens. Nou, nee. Ik ben zo opgelucht. Is niet leuk. Het is wel leuk, nee. Want ik ben ontzettend blij. Ach, we hebben de ballon al gemist en de boten. Bovendien gaat het zo regenen, ik zweer het je. Ach, hou toch op met je regen. Ik had hoger gewild. Ik wil naar de hoogste. Kom nou maar. Door jou gaat het allemaal niet door. Jij met je gezeur. Moet je zien wat een heel klein mannetje dat is. Ach, dat was zo makkelijk. Ik kan niet meer. Kom, passen. Ik kan niet meer. Ik weet het. Ach. Ja, maar hoe lang nog? Ik zie een auto. Kom, ga liften. Hola. Hola, kunnen we mee? Sí. Entra. Uno para aquí, uno para atrás. Allee. Ah, dank u wel. Er moet er één hier en één achter. Kom. Heer, ik heb een hele... belangrijke mededeling te doen. Ja. Ik ben er namelijk samen met de chef Piet achtergekomen dat er op dit moment 3 Pieten niet aan boord zijn. Dat is niet zo mooi. Nee, dat is zeker niet zo mooi, kombuis Piet. En weet je wat helemaal niet zo mooi is? Dat ik jou vanmiddag slapend aantrof in de keuken, terwijl je eigenlijk pepernoten had moeten bakken. Hallo, ter zake alsjeblieft. Precies, ter zake. Het gaat erom welke Piet is er niet. Welke Piet is er niet? Welke Piet is er niet? Heel juist, muziek Piet. Het gaat om 3 Pieten die er niet zijn. Ik had die vraag verwacht, alleen niet van jou. Natuurlijk, dat komt namelijk weg bij Piet. Ik ben buitengewoon goed in het verzinnen van goede vragen. En niet alleen dat, ik ben ook buitengewoon goed in het maken van goede muziek. En daarom ben ik ook de muziek Piet. En misschien is het even leuk om aan te kondigen nu dat er deze maanden opnieuw een muziek-cd met muziek van Sinterklaas gaat uitkomen. Een prachtige cd. Nu al goud, nu al platina. Ja, je ziet toch wel wegwijs Piet. Niet alleen ben ik goed in het maken van muziek, maar ook in het stellen van
Goede vraag. Ja, hele goede vraag. Muziek, Piet. Ja. Zou ik jou dan misschien een vraag mogen stellen? Ja, natuurlijk. Ik zou jou heel graag willen vragen, Muziek, Piet. Ja. Of jij alsjeblieft je mond wil houden! Ik heb je namelijk iets heel belangrijks te vertellen. Mijn heren, waar het om gaat. Drie Pieten in kwestie die er niet zijn. Dat zijn H, de hoge hoogtepiet. Dat is wel heel erg. W, de weerpiet. Maar dat is verschrikkelijk. En T, de testpiet. En dat is een ramp. Een ramp. Ja, we zeggen Sinterklaas er ramp om. Sinterklaas mag dat helemaal niet weten. Nee, want als Sinterklaas dat weet komt, ja, dan krijg ik natuurlijk weer de schuld. Ben ik weer de pineut. Zo gaat het altijd. Weet dat? Dat is het onderzoek. Ja. Nou. Iemand nog een idee? We maken een liedje. I'll see you when I get there. I'll see you when I get there. Muziek, Piet. Muziek, Piet. Ik bedoelde een idee om ze te kunnen vinden. Ja. Zeg dat dan meteen. Een briefje in een fles. Nee. Dat duurt veel te lang. Ja, je zou ze misschien kunnen bellen. Hè? Ja? Ze hebben toch allemaal een telefoon? Kan je ze meteen zeggen hoe ze naar Nederland moeten komen? Hey, vind ik eigenlijk een heel goed idee. Vind ik een heel goed idee, zeg. Vind ik een heel supergoed idee. Alleen, alle Pieten hebben een geheim nummer. En de enige die die lijst met geheime nummers heeft, ja, dat is de hoofdpiet. De hoofdpiet? We gaan gewoon naar de hoofdpiet. Nee. De hoofdpiet mag het ook helemaal niet weten. Wakker worden. En waar zijn we? Ja, weet ik niet. Maar we gaan daarheen. Hoppa. Espera, un momento. Aquí un regalo. Acá ga je naar gaan, gast. Ah. Regalo bejagd. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Hasta luego. Dag. Señor! Kunnen wij misschien de fiets... Dan krijgt u van ons deze kist met sinaasappels. Ja, als wij de fiets mogen, ja. Oké. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Die kant. Ja. Oké. Het gaat een stuk sneller. 1-1-1-1-1-1. Hallo, hoge hoogtepiet. Oh, neem me niet kwalijk, meneer. Dan ben ik verkeerd verbonden. 1-1-1-1-1-2. Dag, mevrouw. Zeg, is de weerpiet misschien toevallig bij u? Nee, de testpiet? Nee... Me niet kwalijk, dan ben ik verkeerd verbonden. Weer Piet, dat wordt helemaal niks. Hey, kijk eens wat eraan komt. Hey, hallo, skateboard. Hola. Wilt u onze fiets? En mogen wij dan jullie skateboard? Ja. Alsjeblieft. Het is echt heel belangrijk voor ons. Oké. Ja? Okay. Dankjewel. Dankjewel. Hier dankjewel. Is de fiets. Ja. Oh. Oh. Hey. Oh. Ja, goedemiddag meneer, u spreekt met de wegwijspiet. Ik wou vragen, is misschien de testpiet toevallig bij u? Nee, wat is dat? Oh, pardon hoor. Ja, nou maar, ik kon toch ook niet weten dat u aan het douchen bent, zeg. Ja, hallo meneer. Oh, nou heeft hij kwaad opgehangen. Waar ben jij nog mee bezig? Ik ben alle nummers aan het uitproberen om misschien uit te vinden waar de testpiet uit kan hangen. Maar dat duurt dagen, weken, maanden, jaren. Ja, weet jij misschien iets beters? Wat was je laatste nummer? 1111118. Dus jij moet draaien 1111119. Ja. Een goedemiddag, mevrouw.
U spreekt met chef Piet. Ik zou graag... Bonjour, mes amis. Dat is Frans. Hoe weet je nou dat die man Frans heet? Nee, ik bedoel dat we in Frankrijk zijn. Frankrijk! Ah, nou, dan zijn we al dichter bij Sinterklaas. Kom, ja. Ah, neemt u me niet kwalijk hoor, dan ben ik verkeerd verbonden. Jij weer. Ah. 1, 1, 1, 1, 2, 4. Hallo mevrouw, u spreekt met de chef Piet. Ik wil u een paar vragen stellen. Bent u bereid om... Nee? Dan niet. Jij weer. Hey, motor! Misschien kunnen we daarmee. Ja, die stoppen toch niet. Nou, wie weet, we kunnen het altijd proberen. Doe nou weer, Piet. Je vinger omhoog. Kijk, kijk, ze stoppen. Zie je wel? Oh, zeg, kunnen wij misschien meerijden een stukje? Moet ik die kant op? We mogen mee. Ga jij die achterste? Neem ik deze. Mag ik? Ja. Zo. Ja, zitten. Rij maar. Moet het voorstellen, heren? Ja, allee, agent. Is het u niet bekend dat u rijdend op een motorvoertuig met twee wielen een helm dient te dragen? Artikel 12a, lid C van het wetboek van verkeersveiligheid. Ja, welk artikel was dat ook weer? U dient onmiddellijk af te stappen en op een andere wijze verder te reizen. Maar agent, we moeten Sinterklaas vinden. U moet meteen afstappen, anders leng ik u alle twee op de bon. Hebt u dat begrepen, heren? Ja. Zeker. Nee, natuurlijk geen probleem. Zeg, Harley, hartstikke bedankt, hè. Davidson, bedankt, hè. Het schoot ook zo op. Veel te laat in Nederland aan. God, het moest beter geregeld worden. Hendrik, kijk daar. Hey, ik. Ja, hop, dat is beter. Huh? Oh, zeer verkeerd verbonden. Gevoelige baren. Ik heb een geweldig, briljant, fantastisch plan. Wie ben jij dan? Ik ben de chef, Piet. Wie ben ik dan? Jij bent de wegwijs, Piet. Jij bent de wegwijs, Piet, en ik ben de chef, Piet. Hey, oh, dag chef Piet. Oh, neem me niet kwalijk hoor, ik was eventjes helemaal de weg kwijt. Zijn we er al? Waar? In Nederland, zijn we er al? Nee, we zitten nog op volle zee. Gelukkig. Nee, niet in slaap vallen, wakker blijven. Ik heb namelijk een fantastisch idee. Ik ben erachter gekomen hoe we aan de nummers kunnen komen van de verdwenen Pieten. De verdwenen Pieten, ja. Waar zijn ze? Hoe komen we achter die telefoonnummers? Dat ga ik jou eens haarfijn uitleggen. Ja, ga maar dat eens even uitleggen, haarfijn Piet. We bellen gewoon de juffrouw van de inlichtingen.
De juffrouw van de inlichtingen, denk je dat ze daar zitten? Nee, daar zitten ze niet. Nee, maar die weet wel hun telefoonnummers. Hè? Van de hoge hoogte Piet, van de weer Piet. Oh, dat vind ik een fantastisch idee, ja. Chef Piet. Ja, alleen die juffrouw van de inlichtingen die zal die nummers nooit geven, want het zijn namelijk geheime nummers. Zal ze nooit geven? Ach nee. Ja. Ach nee. Ja. Nee. Jawel. Ach nee. Jawel. Nou, ik heb een toestand. Ja, in de wereld. Ik heb een ander idee. Maar... Als Sinterklaas nou belt. Nee. 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 Sinterklaas mag van niks weten. Sinterklaas mag er echt niet achter komen. Nee. Dat weet ik wel. Maar kijk, Sinterklaas belt ook niet, maar jij belt. En als die juffrouw dan Sinterklaas aan de lijn krijgt en die vraagt naar die nummers, nou dan kan die juffrouw natuurlijk die nummers nooit weigeren, want Sinterklaas is de belangrijkste man van de hele wereld. Dus dan geeft ze die nummers aan Sinterklaas. Snap je? Sinterklaas belt nooit. Nee, dat weet ik wel, maar jij belt. Het is niemand die die step van Sinterklaas zo goed na kan doen als jij. Snap je? Jawel. Ja, dat moet je doen. Ik? Ja, dan ben je verplicht. Meneer. Mogen wij u wat vragen? Als u onze skateboarden krijgt, mogen wij dan uw boot hebben? We willen dus eigenlijk ruilen. Dus de skateboarden, 2 skateboarden voor 1 boot. Mag dat, het zijn hele dure en het zijn ook hele goede. Moet bekijken, al die wieltjes die lopen en dan krijgt u er 2. En wij 1 boot. Ja. 2 voor 1. Ja. Ja? Ja. Hij zegt ja. Dank u wel, meneer. Goed zeg. Fantastisch. Dank u wel, hè. Dank u wel. Kom. Ja. Zo. Het zal een stuk beter gaan dan dat skate. 2. Ja. Zo. Gaat goed, hè? Ja. Hoe staat het ermee? Ik ben niet tevreden over pepernoten. Nou, als ik maar tevreden over jou ben. Jij hebt makkelijk praten, chef Piet. Hier, proef dan maar. En? Heerlijk, ja. Precies zoals het moet zijn. Goed werk, kombuis Piet. Maar proef je dat dan niet? Ja, natuurlijk proef ik dat. Het smaakt zo zoet als de liefde. Zo zacht. Als een konijntje en zo rond als een voetbal. Het is veel te zoet. Waarom toch niet meer zout? Zout is lekker. Zoet is lekker. Zoet moet. Ja, wat zou Sinterklaas nou zijn zonder die heerlijke chocolademetters en die heerlijke marsepein en die heerlijke prachtige zoete pepernootjes. Nee, kombuis Piet, wij gaan gewoon door zoals het hoort. Wij bakken de pepernoten zoet. Begrepen? Dat ging goed. Ja, ging hartstikke goed. Dat maar was goed, zeg. Zo. Ja, nou zijn we wel aan de overkant, maar... Ja. Nou hebben we die skateboards niet meer. Hoe gaan we nu verder? Ja. Want ik ga niet dat hele eind lopen. Dat... Hey, zie jij wat ik zie? Ik zie wat jij ziet. Kijk nou, meneer! Meneer, ho! Ho, 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 meneer! Ho, ho, ho! Wat mogen wij wat vragen? Als u onze boot krijgt, ja. Mogen wij dan uw bakfiets? Het is een hele, hele goede boot. Hij is waterdicht en hij gaat heel snel. Ja, we moeten naar Sinterklaas toe namelijk, want we hebben hem zo nodig. Alsjeblieft, meneer, alsjeblieft. Ja, 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 hij doet het! Oh, God, ga in de bak, Pietje. Oké, daar gaan we. Lekker terug! Zo, en nou ben ik het wel zo spuugzat. Jij gaat ook maar eens wat doen, hè? Kom op, wat? Uit die bak, hup. Kom op, eruit nou. We gaan een paar fietsen halen, ja? Hup, zo. En naar binnen daar, hup. Ik vind deze wel mooi. Prachtige fietsen. En die? Die vind ik ook wel mooi, hoor. Nou, zeker.
Ook al deze zijn goed. Oh, die vind ik mooi. Ja, dan kunnen we de bergen mee in. Ja, ik wil die witte. Nee, daar kan ik niet voor doen. Nee? Nee. Maar het is een hele mooie antieke bakfiets die u van ons krijgt. Ja, maar het is ook een heel oude. Maar ik heb iets beters voor jullie. Ja? Wat dachten jullie hiervan? Ja. Ja, natuurlijk, juffrouw van de inlichtingen. Maar u begrijpt natuurlijk ook dat wij die nummers echt heel erg hard nodig hebben. Ja. Ja, natuurlijk. En dat kunnen wij toch de kinderen niet aandoen in Nederland. Dat begrijpt u toch? Ja. Nou, ik wist dat u het zou begrijpen, ja. Doet ze. Ja, nee hoor, ja. Ik schrijf het op. 9. 9. Ja. Ja. 7. 7. Ja. Ja. 0. 0. Ja. Ja. 8. 8. Ja. Ja. 7. 7. 1. 1. 6. 6. Ja. Och, dank u beleefd, juffrouw. Ja, nee. En ik heb een verrassing voor u. U mag ook uw schoen zetten. En dan zorgen wij wij zorgen ervoor dat die gevuld wordt. 9, ja, 7, ja, 0, ja, 8, dank ja, u. Ja, 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 dank ja, 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 7, 1, 6, ja. Oh, dat is een vrij gemakkelijk nummer om uit je hoofd te leren. We hebben het! Yes! Bellen! Alle kietse kaan, harkete. Wel te rusten, weer Piet. Wel te rusten, hoog, Piet. Ik heb mijn kop gestoten. Nee, ik bedoel dat geluid van buiten. Ik heb niks gehoord. Niks aan de hand. Ga nou maar weer slapen. Oké. Slaap lekker weer, Piet. Welterusten, hoog, Piet. Auw! Ja, zie je, nou hoor ik het weer. Dat komt van buiten. Zeg, hey, ga jij eens even kijken. Ik? Ja, ga nou maar. Nou, hoor ik het ook. Ja, zie je nou wel, dat zei ik toch. Als jij nou eens in die boom klimt, dan kan je misschien zien wat het is. Ja, wat in dat boompje daar? Man, dat is veel te zwak, dat kan mijn gewicht nooit houden. Ga jij nou even kijken. Ik zou wel willen, maar in het donker zie ik niks. Goed. Hoorde jij nou goed? Ja, natuurlijk hoor ik goed. Er is niks mis met mijn gehoor, hoor. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, hoor jij ook iemand goed zeggen? Goed? Ja, inderdaad. Nou hoor ik het ook. Help! Hallo. Zijn jullie ook op zoek naar Sinterklaas? Ja, ik ben de Weerpiet. En wij zijn ook op zoek. Ik ben de Hoge Hoogtepiet. En ik hoop dat je je niet te erg interesseert. Nee, maak je om mij maar geen zorgen. Maar hoe is het met jou? Met mij? Oh, met mij gaat het prima, ja. Oh. Met mij gaat het altijd goed. Ik dacht dat jij net een beetje bang was. Wie, ik? Wel, nee. Ik ben nooit bang, nee. Nee, de Weerpiet was een beetje bang. Hij durfde niet eens... Nou ja, voor mij hoeven jullie niet bang te zijn. Het is alleen maar wat speelgoed. Hé, kom maar gauw de tent in, want ik geloof dat het gaat regenen. Oh, jee. Hey, wat is dat? Dat weet ik niet, maar het klinkt nogal eng. Nou, volgens mij gaat gewoon je telefoon. Ja, mijn telefoon, vast. Ha, mijn telefoon. Ja, je telefoon gaat echt. Hey, mijn telefoon gaat, horen jullie dat? Misschien moet je even opnemen. Oh ja, natuurlijk, ik moet opnemen. Ja, oké.
Hallo, met de hoge hoogte, Piet. Ja, de wegwijspiet hier. Zeg, waar zit je? Wat is er gebeurd? Het is de wegwijspiet. Wie zijn erbij, hè, hoge hoogte, Piet? Nou, ik heb hier de weerpiet en een of ander leuk pietje wat de hele tijd met autootjes speelt. Ah, dat is de testpiet. Hebben jullie de testpiet gevonden? Ja, testpiet of niet. Mooi is ze wel. Ja, daar hebben we nu geen tijd voor, hoge hoogte, Piet. Zeg, waar zitten jullie? Wat is er gebeurd? Nou, het begon ermee dat we verkeerd uitkwamen. Wel 100 kilometer verkeerd. En toen hebben we een televisiestudio gezocht en een oproep gedaan. Maar ja, de stoomboot was al op weg naar... Hoge hoogte, Piet. Nederland. Dus toen hebben we een motorbootje gepakt om jullie achterna te gaan. Maar ja, halverwege was de benzine op, dus toen moesten we terug... Hoge hoogte, Piet. ...roeien. En toen dachten we, dat kan ook op een andere manier. En toen wilden we... Hoge hoogte, Piet! ...een luchtballon pakken. Wat zeg je, wegwijs, Piet? Waar zitten jullie nu? Nou, de weerpiet staat in... Ik sta in Nederland. In Nederland. En de testpiet... Ik sta in Duitsland. ...staat in Duitsland. En ik sta in België. Ja. Kortom, we staan op het drielandenpunt. Oh, ja, nou, dan weet ik waar jullie zitten. Zeg, luister goed. Goed, jullie moeten zo snel mogelijk komen naar de geheime speelgoedkelder van Sinterklaas. Want daar zit de spaarpiet. Die zit er al dagen te wachten op de testpiet. En als jullie daar zijn, dan leg ik jullie wel weer uit hoe jullie bij het kasteel van Sinterklaas moeten komen. Maar jullie moeten wel opschieten, hoor. Nou, de testpiet maar even, dan zeg ik tegen haar wel hoe jullie bij de geheime speelgoedkelder moeten komen. Nou, schiet op. Testpiet? Ja. Oh ja. Hallo? Ja, hallo? Ja, hier de wegwijspiet. Zeg testpiet, luister eens eventjes goed naar me. Kijk, je gaat nu, ga je 200 meter recht zo die gaat. Dan zie je daar een schuurtje. Dan ga je rechtsaf, 80 meter, zie je daar een kerkje. Dan ga je linksaf en dan volg je alleen maar je voetsporen. En dan kom je vanzelf bij de geheime speelgoedkelder van Sinterklaas. Oké. Okay. 200 meter rechtdoor en dan tot aan het schuurtje en dan moesten we daar... Te zoet! Te zoet! Heel te zoet! Zo! Kom maar, Piet! Goed nieuws! De drie vermiste pieten zijn terecht. Oh, dat is zeker goed nieuws, chef Piet. Goed nieuws! Het is fantastisch goed nieuws! Ja, zeker omdat we morgen al in Nederland aankomen. Komt toch nog alles op zijn pootjes terecht. Goed werk, kombuis, Piet. Goed werk. Goed zo, jongen. Lekker zoet. Lekker zout. Hallo. Good morning. How are you, kombuis, Piet? Heb ik het goed gehoord? Zijn alle drie. En drie. De vermiste Pieten weer. Ja. Direct. Alle drie. Alle drie. Alle drie. Ja, alle drie. De nieuwe club van Sinterklaas, die mist drie pieten, want helaas hebben zij de boot gemist. Waar zijn ze nou, als ik maar wist? Want zonder deze pietermannen lopen al de Sintsen plannen niet zoals het horen zou. Waar zijn ze nou, waar zijn ze nou? Ja, wat een pech, de stoomboot is al weg. De hoge hoogtepiet en de weerpiet zijn net te laat bij de haven aangekomen. De wegwijspiet en de chefpiet ontdekken dat er pieten missen. Maar houden dat geheim voor de bovenpiet en Sinterklaas. Chefpiet! Misschien is dat niet zo slim van ze. En hoe komen zij nou achter waar de pieten zijn? Nog even en dan zitten we in de lucht. De weerpiet en de hoge hoogtepiet besluiten om op eigen houtje naar Nederland te gaan. Want wat moet Sinterklaas zonder ze? De hoge hoogtepiet wil met een luchtballon mee, maar de weerpiet durft dat niet. De luchtballon gaat zonder ze weg. Er zit niets anders op dan liften, fietsen, skateboarden en roeien. Maar u begrijpt natuurlijk ook... Op de stoomboot proberen de wegwijspiet en de chefpiet om achter de geheime telefoonnummers te komen van de vermiste pieten. Ja, de juffrouw van de telefooncentrale wil pas helpen nadat ze denkt Sinterklaas aan de telefoon te hebben. Ja. De weerpiet en de hoge hoogtepiet reizen ondertussen heel Frankrijk door en zetten hun tent op in België. Ze zijn nu vlakbij Nederland. Nou, hoor ik het ook. Maar er is nog een piet vlakbij Nederland. Die is ook verkeerd terechtgekomen. Ze schrikken zich allemaal een hoedje als de testpiet struikelt over het speelgoed voor de tent. Dan gaat de telefoon. De wegwijspiet en de chefpiet hebben de vermiste pieten eindelijk gevonden. Hallo,
Met de hoge hoogte, Piet? Ja, de wegwijs, Piet. Ik vertel je nu de kortste route naar het kasteel. Als je de deur uitloopt, dan ga je linksaf. Volgende week zien we hoe de wegwijs Piet ze de weg wijst naar de geheime speelgoedkelder. Alles loopt hier op. En hoe lang kunnen de Pieten nog geheim houden dat er 3 Pieten in België zitten? Je ziet het volgende week in de nieuwe Club van Sinterklaas bij Fox Kids.